Renault Antwerpen. De auto's van stad. In de Schilderstraat, vlakbij het Museum van Schone Kunsten, brandde het vannacht in een appartement. De brandweer kwam snel ter plaatse en zette een ladderwagen in. Via het dak van de Artesis Hogeschool kon de brandweer aan de achterkant van het appartement geraken om de brand te bestrijden. Enkele mensen werden preventief geëvacueerd. In Brecht ontdekte een voorbijrijdende fietser een brand aan de Brechtse Heide. Ja, wij waren gewoon een turken aan toe met fietsen en we zagen een vuurtje, rook. En we dachten niemand een barbecue of een vuur kon ontstoken. En we reden door en we draaiden nog eens om en we zagen een keer zwarte rook. Ja, dat zijn we gaan kijken en we hebben de brandweer nog opgebeld. Er stond heel die chalet in de fik, ik het zo moet zeggen. Hier kon de brandweer niet meer verhinderen dat een chalet tot tegen de grond uitbrandde. Ook vanuit Soersel werd versterking geleverd om de brand onder controle te krijgen. Omdat de chalet moeilijk bereikbaar was, moest het water met tankwagens aangeleverd worden. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. De politie onderzoekt de zaak.